Ik heb hier een jong boompje uit het bos. Het bos kun je zien als het beeld voor verschillende gemeenten en andere kerkplekken. Samen vormen zij het lichaam van Christus. Een boom in het bos staat nooit op zichzelf. Alles wat leeft en zelfs alles wat dood is, grijpt in op elkaar. Alles draagt bij aan het geheel. Een ecosysteem noemen ze dat. En dit boompje, jouw proefplek, ontstaat en kan opgroeien dankzij oudere bomen die eromheen staan. Principes die God in de natuur heeft gelegd gelden ook voor de kerk. Hoe jullie proefplek kan opgroeien tussen andere kerkplekken. En vooral hoe je daarbij een vruchtbare verbinding kunt aangaan met de lokale kerk. Daarover gaat deze video. Welkom bij de tweede video in de module Sterke Samenwerking. In de eerste video van deze module kon je kennis maken met de 5 sleutels voor sterke samenwerking. 3 daarvan gebruik ik nu voor het aangaan van een vruchtbare verbinding met de lokale kerk. Vruchtbare verbinding tussen kerkplekken begint met een gedeelde missie. Hierin kunnen ze elkaar vinden en versterken. Als je al een partnerkerk hebt, dan is de vraag hoe je elkaar meer kunt versterken. Maar misschien ben je nog op zoek naar een partnerkerk of wil je meer partnerkerken. Kijk dan vooral naar kerken met wie je qua missie veel overeenkomsten hebt. Als je met kerken in gesprek gaat over een gedeelde missie, zoek dan ook samen naar Gods missie in jullie omgeving. Wat is Hij daar al aan het doen? Dit kun je ontdekken door samen het viervoudig luisteren toe te passen. Dat is het eerste thema in deze serie online leermodules. Als je met andere kerkplekken in gesprek gaat over jullie gedeelde missie, dan gaat het ook al snel over belangen. Vaak onbewust en onder tafel. Wees hierin open en eerlijk. Niet alleen voor de ander, maar ook voor jezelf. En zoek dan naar wederkerigheid. Wat hebben jullie elkaar te bieden? Hoe kun je elkaar versterken? Maar ook, wat kun je aan elkaar overlaten? Voordat we verder gaan, heb ik een vraag voor je. Wat we willen bereiken met verbinding tussen kerkplekken is synergie. Maar wat betekent dit van oorsprong Griekse woord? Je krijgt 30 seconden de tijd om hierover na te denken. Dat kan je alleen doen. Of overleg even met iemand die naast je zit. Niet stiekem googlen, want het antwoord komt aan het einde van de video. Succes! Ik begon net mijn verhaal met het beeld van een proefplek als een jong boompje in het bos. In een lokaal kerkbos kun je elkaar vinden en versterken met een gedeelde missie. Hierbij is openheid over elkaars belangen een must. Met de eerste sleutels wordt een vruchtbare verbinding gelegd. Maar het samenwerken begint dan eigenlijk pas. Om die samenwerking te laten werken, moet je goed afspreken hoe je dit organiseert. Dat is de derde sleutel. Zeker bij proefplekken die wat groter en complexer zijn, moeten vaak financiële, bestuurlijke, juridische en ambtelijke afspraken gemaakt worden. Ik noem bij elke van deze 4 categorieën wat voorbeelden. Allereerst financieel. Hopelijk is dit niet de enige reden om verbinding aan te gaan met de lokale kerk. Maar laten we eerlijk zijn, vaak speelt dit wel een rol. Maak daarom goede afspraken over wat jullie op het gebied van financiën van elkaar mogen verwachten en wat jullie daarin voor elkaar kunnen betekenen. Wie over financiën praat, praat ook al snel over bestuur. Wie betaalt, bepaalt is soms de gedachte. Spreek daarom af hoe je het bestuur vormgeeft en wie daarin welke stem krijgt. Maar denk bij bestuur ook aan een thema als veilige kerk. Is er bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon waarbij iemand terecht kan? Via een vertrouwenspersoon kun je in juridisch vaarwater komen. Maar bijvoorbeeld ook voor het werkgeverschap bij een betaalde pionier, het aangaan van andere contracten of het oprichten van een stichting. Dit vraagt om goede juridische afspraken.
Ten slotte is er een ambtelijke lijn. Daarbij is het goed om samen na te denken over de vorm en inhoud van jullie activiteiten. Zo voorkom je dat je dingen doet of zegt waar je partnerkerk niet achter kan staan. Denk hierbij zeker ook aan doop en avondmaal. Veel voorbeelden die ik noemde zijn gedacht vanuit het belang van de proefplek. Maar houd ook de belangen van je partnerkerk voor ogen. Hierop kom ik terug in de volgende video. Die gaat over blijven samenwerken met de lokale kerk. Naarmate je proefproject zich verder ontwikkelt, kan er meer gedaan worden om ook het belang van je partnerkerk te dienen. Ik stelde net de vraag over de betekenis van het woord synergie. Dat is als personen of partijen samen meer bereiken dan wat ze afzonderlijk kunnen bereiken. Anders gezegd, 1 plus 1 is 3. Ik heb je iets verteld over hoe je kunt komen tot synergie met je partnerkerk. Dat kan onder andere met een gedeelde missie, openheid over elkaars belangen en goede afspraken voor de samenwerkingsorganisatie. Bij dat laatste ging het over financiële, bestuurlijke, juridische en ambtelijke zaken. Je kunt nu met een werkvorm naar keuze, die mag je zelf kiezen, dat is lekker, gaan oefenen met dingen die in deze video ter sprake kwamen. Succes!